Nou, order af. Nee. Wie, sta jij achter mij? Ja. Spreek jij me voor? Zij zeggen. Ik heb problemen binnen mijn hele schot. Ja. Oké, blijf op een afstandje. Een hele goede middag. Hallo? Hallo. Hoor je mij? Nee. Hallo? Doe jij het even, ik moet even mijn voice even fixen. Ja. Je moet die onderste twee moet je even openzetten. Ja, die heb ja, ik goeie, ook. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, mijn collega die heeft net gezien dat hij daar de rood bent gereden. Ja. Nou, het was net oranje. Ja, ja. En nog wat, u draagt ook geen helm. Nou, hij ligt hier op de grond. Ja, maar net toen ik dacht u rijden meneer, heeft u geen helm gedragen. Oké, dat kan. Ik ga sowieso even kijken of die of een rijbewijs hebt. Oké, dat is correct. Kut. Oké, het voertuig is gejat, zie ik. Oké, ik zie dat dit voertuig niet op uw naam staat. Klopt dat? Ja, dat kan kloppen. Oké, waar heeft u hem vandaan gehaald? Van een parkeergarage, hij stond open. Nou, ja, de sleutel staat er nog in. En dan neemt u hem gewoon mee? Ja. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè? Ja, dat snap ik. Dus daar krijgt u sowieso wel een bekeuring voor? Ja, dat snap ik. Dus laat ik een bekeuring voor het roodrijden zitten, krijgt u alleen maar een bekeuring voor, ja, voor het stelen van een voertuig. Oké. Dus dan mats ik jou nog deze ochtend, vriend. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ik ben geen moeilijke agent. Kijk of die ook. Ja, gaat ook. Even kijken hoor. Hoor je deze persoon? Nummer 10 is het, als je even wil kijken. Nee, maar je moet even zijn ID naam, karakternaam kennen. Oh ja, zijn ID is Danny Kruhaal zoiets. C-H-U-A-H. C-H-U-E-H? A-H. C-H-U-A-H. Ja. Mijn collega gaat even u naar het herkenningssysteem. Oké. Waarom staan er in godsnaam niet drie agenten nou? Nee, is verder in orde. Hij heeft alleen een boete van €500, maar die heb jij gegeven, of niet? Nee, die heb ik niet gegeven. Okay. Die zag ik net ook inderdaad. Dan wijzen hem ook even op dat hij nog een openstaande boete van €500 heeft. En als hij niet snel betaalt, dat al snel de boetes bij elkaar gaan oplopen. En dan wordt het toch een probleem. Oké, ik mijn collega zag in het systeem dat hij nog een openstaande boete open heeft staan. En, ja. Die boete van mij krijg je er ook nog bij. Zorg er wel voor dat je ze wel even allemaal gewoon betaalt. Anders wordt het alleen maar hoger en hoger. Ik moet je alleen nog even een bekeuring geven. Ja. Zo, als het goed is heeft hij hem nou binnen. Ja. Maar dat betekent dat hij niet meer op dit voertuig meer verder mag rijden. Ja, ik loop wel verder. Dus dan moet hij even een taxi bellen ofzo, of een busbaan. Is goed meneer, dan wens ik u nog een fijne dag. Werkt ze nog? Dank u wel. Even wachten, even kijken of er een ANWB aanwezig is. ANWB nee. Is niet online, dus dan gaan we deze DV'en en dan is de zaak afgedaan. Hoor. Ja. Jo, top. De 1391 geschakeld over naar VP. Dat is begrepen over.
Ja, zet mij maar even af bij mijn wagen. Ja, is goed. Lokvoertuig wordt gestolen, over. Een in de beschikbaar die daarheen kunnen gaan. Aanrijdend. Rijdt hem op de stoep. Detectief heet Knight ertussenuit, over. Wie zit er voor mij? De 13-15. Vernomen. Persoon stapt uit. Goeiedag, meneer. Hallo. U mag even blijven staan. Kom. U mag blijven staan. En niet meer naar het voertuig stappen. Dit voertuig is een lokvoertuig en u heeft dit voertuig gestolen. Lokvoertuig, dat mag niet eens. Wat? Dat mag niet eens, dit is smaad. Dit mag wel. Naaien. Nou, ik ben gewoon erbij. Goed, meneer. Ja. Als jij dit, als u dit naaiend vindt, vindt u dit naaiend. Maar wij mogen dit gewoon doen, een lokvoertuig eens plaatsen. Goed. En meneer, u mag even auto blijven staan. Aha. Ik moest het alleen even hebben om naar deze garage te komen om mijn eigen auto te halen, maar ja. Ja, u kunt ook gewoon te voet gaan, hè? Zelf weer lopen. Nou, ja, tot heus, maar hier voertuig stelen. Goed, meneer. Dan bent u aangehouden. Ik wil aanhouden, ik kan ook gewoon een boete geven. En meneer, waarom loopt u? Probeert u mij omver te lopen? Blijf. Ik zeg niks meer. Meneer, ik wil eerst en vooral eens uw rij- en kentekenbewijs. Of kentekenbewijs. Uw ID-kaart en uw rijbewijs. Kentekenbewijs. Ja, ik wel. Op een lokvoertuig, nice. Ja. Ik ga even nu de rijbewijs nakijken. Hij is in bezit van rijbewijs B, heeft een totaal boetebedrag van 13.200 euro over. Dus hij moet aanhouden. 3.200 euro sowieso al betalen en aanhouden. Goed, meneer, u mag met uw handen omhoog tegen de muur gaan staan. U bent aangehouden omdat u een voertuig gestolen heeft en omdat u meer dan 10.000 euro aan openstaande boetes heeft. Hoe kan ik die boetes dus mee? Ik ga eerst even vooral verifiëren. Heeft uiteindelijk beide busjes gecontroleerd. Een van de busjes heeft een procesverbal gekregen voor het rijden door een rood verkeerslicht en het overschrijden van snelheid 40 km per uur. Water en de andere heeft alleen een procesverbal gekregen voor het rijden door een rood verkeerslicht. Vernomen hoor. Hoe betaal je de boetes dan? Kunt je boetes betalen met de F7-spier, over?
Collega, zet ik hem bij u in het voertuig of bij mij? Mag nog ja, je mag hem verder afhandelen, dan ruim ik het voertuig op. Even te controleren. Ja, ik was op die overval geweest en er was niemand. Bedankt. Als ik F7 doe, dan kan ik niks afbetalen. Goed, meneer. Ik zet u in het voertuig, oppassen voor uw hoofd. Er vliegt hier een heli boven. Oh ja. Ja, is dat toegestaan? Nee. Precies. Kut, sorry. Politie, graag. Ik zit vast in mijn auto. Ja, en? Ik ga even kijken op blokkenparren. Ja, er staat ook al zo'n wagen, zo'n betonwagen. Ja, ze staan hier allemaal bij Blokkenpark. Nu wat ze hier allemaal aan het doen zijn. Schiet met je flare op die heli. Goeiedag. Ja, ik heb geen flare bij me. Goeiedag, weten jullie wie die in die helikopter zit? Oké. Heeft hij net geprobeerd te landen hier of niet? Net op de kruising. Oké. Cabinejournalist. U bent journalist? Ja. Oké. Ja, vlieg heel erg laag, ja. Oké, ja, het is eigenlijk helemaal niet toegestaan om met een helikopter te vliegen. Van een met te spelen. Nee, nee, je mag ook sowieso niet landen op Blokkenpark. Nee, je mag helemaal niet in een helikopter vliegen. Je mag helemaal niet met een helikopter vliegen. Juist. Als je een buffet hebt, mag je dan met een helikopter vliegen? Ja, maar niet op zulke lage hoogtes, hoe is het? Ja, je mag wel dan vliegen. Je mag dan wel vliegen als je een buffet hebt. Komt hij weer aan. Je mag wel vliegen met een buffet, maar niet op zulke hoogtes. Ja, hij gaat denk ik landen op blokken. Hij gaat er boven. Vindt u dat zo'n miserig 9 mm? Ja, jongens, rij. Even weg hier. Even weg. Meneer, even weg hier. Iedereen even weg. Oké, even weg. Even naar de overkant. Voor wie is die motor hier? Oké, hij is... Hij komt naar beneden, Zal ik even naar mijn busje even op Blokkenpark gaan rijden? Ja, rijd hem maar Blokkenpark op. Ja. Met blauw. Waar is hij? Ik zag hem over deze blokken naar beneden schuiven. Hier is hij niet in ieder geval. Ik pak alvast mijn wapen er even bij.
komt hij eigenlijk aan die helikopter? Ik koop, hè. Ik heb wel gewoon een helikopter en een airplane shop. Ja, oké. Okay. En dat mag gevlogen worden, alleen er zitten daar wettelijk ijs in was gesteld. Ja. Ik zal hem eens wegjagen met de Zulu. Glitchy, ja. Ik zie geen bericht. Nee, ik hoor de Zulu. Ja, dag. Waar ben jij? Ik sta beneden nog. Ik zie daar wel iemand lopen onder, maar ik weet niet of het een NPC is. Ah, ja, een rood... Ik vlieg boven hem, ja. Ja, hier. Is het een NPC? Ja, zeker. Zou die denk ik niet in dat blok zitten? Nee, dat ben ik nou een rondje mee naar vliegen. En dat hij dan eruit is gegaan. Gewoon een hond. Die heeft er niks mee te maken. Ik denk dat hij erin is. Weet je wat ik doe? Nou. Kan ik jou dat droppen, denk je? Moet ik proberen? En dan DV'er zeker. Ja? Nee, of... Dat we hem gewoon veilig stellen, dan zetten we het helikopter op het fietsje voor. Ja, ik ben heel slecht in vliegen. Ik vlieg? Oh ja, maar nou ja, nee, zo moet het niet. Nou, ik kom draaien. Nou gaan we echt iets heel lastigs doen. Ja. Maar ik zie ook eigenlijk helemaal niemand, ook gewoon niemand in de helikopter zitten. Ja, maar als ik val, dan ga ik bijna dood. Doe het maar, nu. Nu. Oké, perfect. En dan gewoon DV'en? Nee, gewoon vliegen even naar het HB, want nou worden we toegekeken, we hebben toeschouwers. Vlieg maar gewoon naar HB. Jo. Ik moet mijn controle even erbij pakken. En dan gewoon daar op de landingsplek landen? Ja. Maar gewoon daar die niet. Rustig aan, rustig aan. Rustig met je stick, gewoon rustig bewegen. Rustig. Beetje naar achter de stick nu. Oh ja, nou meer dat. Goed zo. Zo. Kijken, waar moet ik naar beneden? Oké.